Dag lieve mensen. Ja, ik wil het met jullie hebben over het doel. Het doel van het menselijk leven. En dat gaat eigenlijk over het verhaal, een heel klein boekje wat ik ooit heb gekregen. Dat is dit boekje. Het mysterie van het menselijke leven. Dat gaat dus eigenlijk, om te beginnen, over het doel van het menselijk leven. We zijn hier allemaal gekomen met een doel. En dat doel is lang niet altijd duidelijk voor mensen. Mensen worden dikwijls, vragen ze zich dat af. Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat doe ik hier? Heeft het allemaal nog wel zo'n zin? Heb ik zo, alles zit mij tegen, alles valt om me weg. En het grootste, mooiste voorbeeld wat vind ik van het verhaal van een man die ooit de rijkste was van het hele Oosten. En dat, die man die heette Job. Je hebt wel eens gehoord van die uitdrukking van zo arm zijn als Job. Nou, ik raad je aan dat verhaal eens te gaan lezen van Job. Want het is schrijnend. Hij verliest alles in een zeer korte tijd. Vanaf de rijkste man van het Oosten werd hij de armste man van het Oosten. Hij verliest zelfs zijn kinderen. En dat was nog niet genoeg. Hij moest nog meer verliezen. Hij verloor ook nog eens een keer. Ja, zijn gezondheid. Hij kreeg akelige zweren en plekken en hij werd zo gehandicapt als het maar zijn kan. Beperkt. Zwaar beperkt dus. Met een beperking dus. Ja. En daar moest hij mee verder. Nou is er een, ja, een klein boekje. Dat kleine boekje wat ik hier heb laten zien. Dat gaat over het doel van het menselijk leven. We zijn hier met een doel. Iemand heeft jou bedoeld met een doel. Je bent hier niet zomaar, als je dat soms dacht. Je bent hier met een doel gekomen. En eigenlijk kunnen we concluderen dat geld ons niet tevreden kan stellen. Ook kan onderwijs dat niet. Plezier kan dat niet. En ook uitermate veel succes, wat je soms ervaart, dat kan je niet tevreden stellen. Dat is eigenlijk het eerste wat ik jou wil vertellen over het mysterie van het menselijk leven.